Vanwege de vorst zijn een aantal wegen in de stad kapot gegaan. In sommige wegen zitten kleine gaten, in andere is duidelijk te zien dat het hele wegdek is beschadigd. De gemeente is bezig met het repareren van de beschadigingen. Dit is nodig omdat er anders gevaarlijke situaties kunnen plaatsvinden. Ja, wat heet gevaarlijk? Gevaarlijk. Het is verkeersonveilig. En wat je dan vaak krijgt is dat er dus steentjes loskomen raken. En steentjes, ja, daar kun je over uitglijden. Daar kunnen ruitschade aan van auto's kunnen veroorzaken. Maar met name is het dus voor niet prettig rijden. Dat is gewoon een feit. De wegen gaan dus kapot door de kou. Maar hoe kan dat eigenlijk? Dat is gevoeliger in de wintermaanden. En dat komt omdat er in asfalt zit een bindmiddel. En dat noemen we dan bitumen. En bitumen kun je eigenlijk vergelijken met een stukje kauwgom. Kauwgom, dat is als het zacht is, is het elastisch, kun je het uittrekken. Maar als het kauwgom hard is, koud is, dan is het hard en dan breekt het. Nou, bitumen doet eigenlijk precies hetzelfde. Stadsbeheer is de partij die ervoor moet zorgen dat de wegen weer begaanbaar gemaakt worden. Hier zijn ze dan ook druk mee bezig. Voorlopig is het een kwestie van tijdelijk repareren met een noodmaatregel. En dat hebben jullie net gezien, dat is met koud asfalt, een product wat elastisch en wat soepel is bij een lagere temperatuur. En uiteindelijk is het dan van de bedoeling dat we van de zomer daar een groot programma op zetten om dat soort plekjes definitief te repareren. Het feit dat de wegen kapot zijn is een probleem dat in de hele stad speelt. Het is daarom van belang dat er snel en efficiënt gewerkt wordt. We proberen gewoon, omdat het gewoon de stadsbreedte het probleem zich voordoet, is gewoon een kwestie van zo snel mogelijk erbij zijn en repareren. Het is niet zo dat we maar lukraak door die stad heen rijden op zoek naar gaatjes, maar we proberen wel degelijk dus daar een soort systematiek in aan te brengen. Dus het is echt aanpakken. Gewoon aanpakken. Voorlopig zal dus gewerkt worden met een tijdelijke oplossing om de wegen weer begaanbaar te maken. In mei en juni worden de wegen definitief gerepareerd.